Wiesent is enorm belangrijk voor het ecosysteem van het duin. Het is een groot dier, dus het heeft heel veel invloed. Het neemt bijvoorbeeld vaak een zandbad, waardoor duin gaat stuiven. En het zand kan over de duinvegetatie en dat is ook weer een voedingsstof voor die vegetatie. Wiesent hebben een hele grote impact op de biodiversiteit. Dan moet je denken aan vlinders die eitjes kunnen leggen in de korte gras wat ze gegraasd hebben. Hagedissen die eieren kunnen leggen in zandplekken. Bomen die geschild worden, die dus eigenlijk helemaal verdwijnen, waardoor pioniersoorten weer terug kunnen komen. Waardoor eigenlijk het hele cirkeltje van natuur, dat dingen weggaan en weer terugkomen later. Kranslak is onderdeel van het Nationaal Park. Er is heel veel zand aangevoerd, dat is weggeblazen, dat vormt duinen, dat groeit heel langzaam vast. Daarna zijn de bomen opgeplant. Dus we hebben natte duinvalleien tot droge duintoppen. Nou, die introductie van die Wiesent is natuurlijk niet van vandaag op morgen gegaan. Dat heeft een hele lange voorbereidingstijd gehad. Vooral omdat wij een van de eerste projecten van de Wiesent in Nederland waren. We hebben hier in het duingebied een natuurlijke kudde met stieren, koeien. Die plant zich natuurlijk voort. En op een gegeven moment worden stieren volwassen. En die moeten dan het gebied uit en weer nieuw vers bloed erin. En zo exporteren en importeren we dieren met andere kuddes om de genenpopulatie gezond te houden. Ze hebben hier 340 hectare gebied tot hun beschikking. We hebben ze nog nooit bij hoeven te voeren, ook 's winters niet, als het sneeuwt of vriest. En is het dan geschikt? Hebben we genoeg bos? Hebben we genoeg eten? Dat is toch wel heel belangrijk. In de periode tussen februari en maart, als de winter al even heeft voortgeduurd, er is weinig voedsel meer in het duin, dan kunnen we ze lokken en dan kunnen we ze vangen. Want onze manier om deze kudde te houden is zo weinig mogelijk inmenging en zoveel mogelijk het dier zijn ding laten doen. Je kan ze niet zomaar even roepen of van een halsband meenemen de wagen in. En de wagen bedoel ik de transportwagen. Dus ja, daar gaat een hele hoop werk voor af. En dan op een gegeven moment komt de tijd dat de deur dicht gaat. En als de deur dicht gaat, dan zijn ze gevangen en dan wil je zo snel mogelijk de beesten selecteren die je nodig hebt. Er komt altijd wel stress bij, maar ja, dat probeer je zo laag mogelijk te houden. Dat doe je door heel rustig te blijven en rust is het echt het belangrijkste. Dat betekent dat er niet geschreeuwd gaat worden, niet te hard gepraat gaat worden, dat we met tekens overleggen en er is één iemand de baas. En dat is Simone dit keer geweest. En die bepaalt wat er gebeurt en daar luister je naar. Als we ze eenmaal gevangen hebben, dan wordt het echt een dag waarop we gaan behandelen en dat er een selectieproces plaatsvindt. Een auto drijft ze op, er staan twee mensen die moeten de deur op tijd sluiten. Dan staan ze daar, je wil ook niet dat ze daar te lang staan, want er is in een kleine ruimte, ze zijn opgesloten. De gang die daarna komt is in stukken opgedeeld, met schuifdeuren. Ook daar staan weer mensen. Ook weer met tekens maken we duidelijk waar een dier zich bevindt. Of dat er bijvoorbeeld een aantal dieren al de gang in zijn gedreven. Dan gaat er weer een tussendeur dicht. En zo gaan ze stukje voor stukje naar het deel waar ze in de behandelbox komen. De behandelbox is eigenlijk een apparaat wat het dier kan klemmen en de kop stabiliseert, zodat de dierenarts hier handelingen in de nek kan uitvoeren. Er wordt een stuk haar wordt geschoren en daar wordt bloed afgetapt, haartjes worden getrokken voor de DNA.
Als alle dieren klaar zijn, dan mogen de dieren die weer het veld in mogen, die laten we weer vrij. De dieren die nog die op transport gaan, die moeten nog even wachten. Want wat het kan zijn, is als een dier naar een bepaald land in de EU gaat, dat ze zelfs soms 30 dagen in quarantaine moeten. Nou, dat is voor een dier wat gewend is aan heel veel ruimte en zijn eigen kostje bij elkaar scharrelen. En nu krijgt hij voer van ons en staat hij opgesloten. Dat is natuurlijk helemaal niks. Maar goed, dat kan dus wel gebeuren als je dus de huidige wetgeving volgt. Als alle dieren klaar zijn, dan mogen de dieren die weer het veld in mogen, die laten we weer vrij. En dat is natuurlijk heel fijn voor hen. De dieren die nog die op transport gaan, die moeten nog even wachten. De transportdag, dat is een spannende dag altijd, want dan moet het echt gaan gebeuren. Dan beginnen we vroeg. De chauffeur en de veewagen die zijn er ook vroeg. We willen ze vroeg in die auto hebben, omdat ze op tijd kunnen gaan rijden. Dat bij ze zo min mogelijk lang in die veewagen staan. Dan gaan ze eigenlijk weer de hele kraal door. Dit keer hebben we dus twee auto's gebruikt. Lichte druk gezet naar de selectieruimte. Daar de deur dichtgeschoven vanaf de selectieruimte. We hebben druk gezet naar de gang. Op een gegeven moment hebben ze niet meer de afslag naar de grote ruimte, maar naar de veewagen. En dan gaat er een klep dicht. Ze gaan naar Spanje. Dit keer hebben we eerst drie koeien erin geloodst. Die zijn vastgezet voorin. Toen een compartimentje voor een stier en weer een compartimentje voor een stier. Die stieren die moeten wel een beetje uit elkaar blijven, want die gaan uit verveling willen ze nog wel eens elkaar ter aanvallen doen. En dat voorkom je gewoon op deze manier. Ja, als ik naar de toekomst kijk, dan droom ik wel een beetje weg. Want ik vind de Wisent voor mij staat voor wilde natuur. En ik denk dat daar in Nederland wel meer ruimte voor mag zijn. En dat de mens rekening ook moet houden met de natuur. Ik vind het symbool staan voor dat wij ook respect voor de natuur moeten hebben. Ik hoop dat het kan zorgen voor meer connectiviteit tussen bepaalde natuurgebieden. En dat we samenwerken om zoveel mogelijk wat we hebben te behouden en wat we nog niet hebben nog uit te breiden. Ja, als ik naar zo'n beest kijk, dan krijg je toch wel een oergevoel. En, nou ja, wie heeft niet de verhalen gehoord van de Winnetou en de bisons en dat soort dingen. En dat is wel Amerika, maar dit zijn de Europese beesten. Ze hebben hier dus ook gewoon gelopen. Voor mij is het een normale verschijning in de duinen nu onderhand. Hè? En dat vind ik dan toch wel prachtig dat we dat hier al zelfs dat we dat voor elkaar gekregen hebben. En dan vooral in een drukke randstad, hè, want daar reed je het over. Nou, dat je gewoon een plekje van 360 hectare gewoon 14 cent hebt lopen. Ik vind het geweldig. Ja.